Tegenover mij zit Leendert Versluis, werkzaam bij de Belastingdienst. Leendert, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Graag. Ja. Leuk om hier te zijn. Fijn om te horen. Zeg Leendert, jij bent werkzaam bij de Belastingdienst. Misschien goed om even te introduceren. Wat is jouw rol binnen de Belastingdienst? Ja, ik ben softwarearchitect voor mobiele oplossingen. Dat betekent dat we de begeleiding van apps op het inhoudelijke vlak. De Belastingdienst heeft een Mobile Competence Center, waar we met man of 40, 50 nu al iets van 35 apps in de afgelopen 4 jaar gemaakt hebben. Zo. Veel intern, een aantal extern, genoeg leuke voorbeelden. En Belastingdienst is wat dat betreft heel innoverend bezig en zijn we ook een belangrijke leidende rol binnen Rijksoverheid. Oké, gaaf. Zo, dat zijn wel veel applicaties binnen een paar jaar. Dus veel ontwikkeling zo te horen. Hey, en in het dagelijks leven, misschien een retorische vraag, wat moeten wij merken van jouw bezigheden? Wat je kunt merken van mijn bezigheden zijn bijvoorbeeld als je op reis gaat, zie je reclame op Schiphol voor de douane reizen app. Daarmee kun je in het buitenland kijken of je als je terugkomt geen accijns hoeft te betalen. Oftewel je kunt kijken van kan ik door het groene poortje of moet ik door het rode poortje een accijns betalen. Ja. Ander ding is aangifte. De aangifte app bijvoorbeeld die we gemaakt hebben. Dan kun je op je mobiele telefoon tegenwoordig je aangifte doen. Vooral voor studenten heel aantrekkelijk, want die kunnen met een next finish aangifte vaak toch een aantal tientjes of een paar honderd euro terugkrijgen. Ja. Die mensen krijgen vaak geld terug en het is een beetje zonde om dat te laten liggen. Ja, dus dat maakt het heel aantrekkelijk om geld terug te vragen. Maar ook voor medewerkers van de douane maken wij apps. We zijn bezig met een app voor douanemedewerkers op Schiphol. Om op een tablet straks de aangifte te kunnen doen. Dus mocht je in die reizenapp toch door het rode poortje moeten, dan kan een douanemedewerker op een tablet jouw aangifte opnemen. Zeg Leendert, wat zijn nou echt projecten waar je trots op bent? Nou, een project wat we vorig jaar gedraaid hebben en nu dit jaar weer is de aangifte-app. Ja. Dus de derde keer dat de aangifte-app nu verschijnt, komend jaar. En daarmee kun je als burger of als student, weet je, ook een burger bent natuurlijk, ja. Kun je je aangifte elektronisch doen via je telefoon. En het is echt volgende insturen. En vervolgens krijg je of geld terug, als je pech hebt niet betalen. Maar in het geval van studenten zullen ze wel vaak geld terugkrijgen. Mm-hmm. Dat betekent al gauw dat je een paar tientjes of misschien een paar 100 euro terugkrijgt van de belasting. Nou, altijd wat goed om te hebben. Ja, zeker. Het leuke van dat traject is dat het in de Belastingdienst zelf ook mensen op scherp zet om informatie die we al weten van de burger zoveel mogelijk ook aan te bieden. En de burger daarmee proactief te helpen. Okay. Dat je zo min mogelijk werk aan je aangifte hebt. Oké, gaaf. Dus dat zijn leuke. Een andere leuke is de fysiek toezicht van douane. Mm-hmm. Fysiek toezicht van douane is een app die we voor douanemedewerkers gemaakt hebben, waarmee ze controles van containers kunnen gaan uitvoeren en daar hun bevindingen netjes in terugkoppelen. Dat is een app waarmee we ook een prijs gewonnen hebben. Xamarin Award. Niet alleen de enterprise app, maar zelfs overal app vanuit een publiekse stemming wereldwijd. Oh, gaaf. Dus gaaf zeg, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Gaaf. Daar zijn we trots op. Ja, dat snap ik. En wat we ook zien is dat met die fysiek toezicht app nu veel meer controles uitgevoerd kunnen worden met dezelfde hoeveelheid douanemedewerkers. Oké. Okay. Dus mensen zijn echt efficiënter gaan werken. Dus je ziet echt een bijdrage vanuit app development en IT in dit geval aan de bedrijfsvoering van douane. Dus dat is een erg leuke. En wat ik persoonlijk een erg leuke vind, is de huidige waar we mee bezig zijn, dat is een berichtenbox app. Dat is een lopend project? Dat is een lopend project, daar zijn we nu mee bezig. Die kunnen ze nog niet vinden in de app stores. Oké. Ergens volgend jaar gaat die in de stores komen. En dat is een project wat we samen met Logius doen om de berichtenbox van mijn overheid ook op je mobiele telefoon en op je tablet ontsloten te krijgen als een app. Waarmee je snel alle elektronische communicatie die de overheid met je doet kunt raadplegen. Ja, precies. Een soort van overheidsmailbox. Klopt, een overheidsmailbox. En die is nu al via het web, voor de mensen die het niet kennen, te bereiken. Alleen we willen ook zorgen dat mensen hem op een app hebben, zodat je snel een notificatie krijgt op je telefoon en meteen hem kunt gaan gebruiken. Ja. En meteen ook de inhoud kunt lezen van het bericht. Nu krijg je nog een mailtje en op je telefoon denk je, inloggen met DigiD, dat is niet handig. Mm-hmm. Dus dat ga je dan 's avonds nog een keertje op de computer doen. Of je het vergeet, dan heb je pech. Ja. Maar moet je niet meer vergeten, want binnenkort gaat waarschijnlijk ook Centraal Justitieel Incassobureau
communicatie doen via de berichtenbox. Ja. Dus dan komen bekeuringen bijvoorbeeld ook via die weg binnen. Maar ook alles van de Belastingdienst, want de Belastingdienst is als eerste aan de beurt. Vanuit de wet EBV, elektronisch berichtenverkeer, wordt er geen blauwe envelop meer verstuurd. Maar die gaat weg? Die gaat weg, wel bekende ja. blauwe envelop. Ja, okay. Nu lekker digitaal. Nu lekker digitaal. Ja. En wat je ziet is dat het begin is natuurlijk dat het papier wat je kreeg in pdf-vorm nu komt. Ja. Dus dat is een eerste stap. Ja. We willen natuurlijk eigenlijk veel meer. Dus dat je die content veel beter kunt aanbieden op de verschillende platformen. En dat je ook de interactiemogelijkheid daar straks gaat in krijgen. Oké. En als we kijken naar het stukje ontwikkeling, want je gaf aan, hè, we hebben natuurlijk nu een app gebouwd. Ik heb ook met andere collega's van jou gesproken. En waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, we kennen natuurlijk het developen, het ontwikkelen via de nullen en enen, het programmeren. Ja. Maar er is natuurlijk nu ook een nieuwe trend, is het modelgedreven programmeren. Is dat een trend ook binnen de Belastingdienst die jullie gebruiken? Ja, die gebruiken we wel. Alleen die zit met name aan de backend voor de medewerkers. Ja. Die intern zaken moeten regelen. Vaak wat meer het saaie werk aan de binnenkant moeten doen. Ja. Maar voor de echte apps gaan we echt voor 100% voor de gebruikerservaring. Ja. En die kun je niet modelleren. Daar heb je een interaction designer voor die een mooi ontwerp maakt. En dat afstemmen met de gebruikers en daar worden dingen aan getweakt. En dat soort dingen zijn vaak niet mogelijk met een model-driven architecture. En wat we dus doen is een combinatie inzetten. Aan de user interface kant wordt het alles gewoon met nullen en enen, zoals je zegt, ja. Gemaakt. Maar ook daar zie je wel vorderingen dat het niet met nullen en enen is, maar best wel veel hulpmiddelen al hebt om snel dingen te kunnen maken. Ja. En dan de achterkant gebruiken die model-driven architecture wel. Oké, gaaf. In ieder geval wordt naar gekeken nu. Om dat verder toe te gaan passen. Oké, en als we kijken, je gaf net ook al, we zijn druk bezig geweest met de douane. Ook de medewerkers helpen om efficiënter te gaan werken. Ja. Wat je natuurlijk nu ook heel veel ziet in het stukje development, is dat de businesskant, of de eindgebruiker, meer betrokken wordt. Hoe zorgen jullie daarvoor bij de Belastingdienst? Wij werken op een scrum-werkwijze. Ja. En dat betekent dat we ook echt een product owner vanuit de business vragen. En als dat niet lukt, komt er een informatiemanagementrol die dat waarneemt. Maar bij elk traject zijn minimaal 3-4 eindgebruikers betrokken, zodat die ook hun input kunnen geven en kunnen kijken naar van wat doet die app, hoe doet die app het, past dit bij mijn dagelijkse werk. Bijvoorbeeld die app, weet je, of heb je die fysiek toezicht, die douanemedewerkers, ja. Die hebben gewoon echt actief meegelopen in het ontwikkeltraject vanaf minuut 0 tot aan het eind. Oké, gaaf. Leuk om te horen. Dus iedereen is eigenlijk betrokken bij de ontwikkeling van zo'n applicatie. Ook bij, hè? Waarom ik het vraag is, de Belastingdienst is natuurlijk een grote organisatie. Je hebt natuurlijk ook bepaalde processen die moeten wel, ja, brutaal gezegd, log zijn. Om natuurlijk goed te functioneren. Maar ik begrijp dus uit, jullie zorgen er wel voor dat er met kleine ontwikkelingsteams wel die ontwikkeling gebeurd wordt. Ja, juist met de user interactie, dus alles wat een gebruikersinterface heeft en met name mensen die in het veld kan, zie je eigenlijk de trend ontstaan om Scrum te werken. Ja. En heel duidelijk de afspraken te maken met de gebruikers en zorgen dat die erbij betrokken zijn. Het grote voordeel is dat je niet eerst een heel pak papier hoeft te gaan schrijven van dit moet hem worden en aan het eind van de rit blijkt dat het niet te zijn. Ja. Maar dat je gaandeweg samen met die gebruikers de beste oplossing voor die gebruiker aan het maken bent. En het mooie daarvan is dat die gebruikers die je van het begin af aan de nul bij betrokken hebt, dat zijn ook de ambassadeurs geworden van je app of je mobiele oplossing. Ja, precies. Dus de betrokkenheid is er natuurlijk ook zeker essentieel in. Klopt. Maar net wel voor transactionele systemen, dus voor de grote systemen waar jouw aangifte binnenkomt, daar gelden die bestaande processen wel en daar ga je er gewoon wel netjes die ontwerpen maken. Want dat moet gewoon tot in detail wel uitgewerkt zijn. Voordat je dat gaat doen. Dat is niet iets wat je agile kunt doen. Dat is gewoon de wetgeving volgen. Ja, daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Ja, ja, nee, natuurlijk. Hey, en als we kijken ook naar jouw persoonlijke visie in het kader van development. Wat zijn voor jou de grootste issues op dit moment en in de toekomst? Wat je ziet is nog dat de grootste uitdaging gaat worden is de slag maken van het denken in systemen en processen naar denken vanuit de gebruiker. Nog te vaak zie je organisaties denken vanuit. En met name IT'ers denken vanuit hun systeem en organisaties vanuit hun processen. Ja. En terwijl je moet gaan denken vanuit die gebruiker. En die gebruiker is niet één gebruiker, dat zijn een hele scala en een diversiteit aan gebruikers. Ja. Die allemaal verschillende wensen hebben en hoe je daar het beste invulling aan kunt geven. Mm-hmm. Het leuke bij apps daarin is natuurlijk dat je al heel snel die focus hebt, want mensen zijn vanuit apps gewend om die gebruikersvriendelijkheid te krijgen. Ja. En dat die gebruiker zelf centraal gesteld is. Maar een ander voordeel van apps is ook dat apps altijd teruggaan naar de kern. En dus niet heel veel functionaliteit bieden, maar juist die kernfunctionaliteit heel goed bieden. En dat is ook, denk ik, een trend richting de toekomst. Minder functionaliteit, maar de functionaliteit die je maakt, juist heel goed.
Ja, dus eigenlijk vanuit standaardisatie echt iets ultiems gaan bereiken, om het zo maar te zeggen. Ja, niet zozeer vanuit standaardisatie, maar vanuit focus. Focus. Dus focus op de juiste dingen leggen en zorgen dat dat 100% goed in zit, in plaats van alles voor 85% goed in te hebben. Oké, helder, dankjewel. Hey, en ik kijk natuurlijk ook heel veel studenten en starters mee. En Belastingdienst, ja, iedereen kent jullie natuurlijk wel. Ja. Dat is tenminste wel te hopen. even kijken ook naar de developers onder ons. Wat is er nou bijzonder aan de Belastingdienst en ICT en om daar aan de slag te gaan? Nou, ik ben zelf een jaar geleden begonnen, officieel in dienst gegaan met de Belastingdienst. Ja. Ik heb eerst via een consultancybedrijf 3 jaar bij de Belastingdienst gezeten. Ik zit zelf bij een hele leuke afdeling die met mobiele apps is. Yeah. Maar er zijn ook hele afdelingen die bezig zijn met webontwikkelingen. Daar wordt ook gekeken met responsive webtechnologie. En aan de andere kant heb je natuurlijk een transitie waar de Belastingdienst zit. Iedereen heeft gehoord natuurlijk in het nieuws systemen van 30, 40 jaar oud die gemigreerd moeten gaan worden. Yeah. Nou, dat zijn natuurlijk IT-klussen en IT-opdrachten om je vingers bij af te likken. Want hoe ga je dat doen? Dus er is heel veel in beweging ook. Belastingdienst is bezig met een reorganisatie, waarbij er een veel grotere focus komt te liggen om ook de interactie met burger en bedrijven te herstructureren en beter te maken. Hoe kan ik dat voor me zien, die interactie verbeteren? Nou, wat je nu ziet is dat je natuurlijk een papieren formulier krijgt en je vult het in, je stuurt het op en je krijgt, als het mee zit, een antwoord dat het in behandeling genomen is. Ja. En anders moet je misschien na een paar weken eens gaan bellen van, gebeurt er nog iets mee? Dat kan natuurlijk veel beter. Ja. Je kunt je voorstellen dat juist door in de interne processen die je hebt eigenlijk die burger ook te betrekken en in plaats van een formulier op te laten sturen en dan terug te sturen na 3 weken, ja, er zit een fout in, alsjeblieft opnieuw invullen. Gewoon te vragen, nee, er zit een fout in, vul het even aan en dat elektronisch te kunnen doen. En dan die burger ook dus actief bij je interne processen te betrekken, zorgen dat voor die burger inzichtelijker wordt en dat die burger sneller kan reageren op vragen die je terug hebt. En dus daarmee algemeen de ervaring die een burger en bedrijf heeft, ja, een stuk verbeteren ten opzichte van wat het nu is. Maar ook intern voor de Belastingdienst natuurlijk de processen veel sneller af te kunnen handelen. Want je kunt je voorstellen, als je een formulier krijgt dat is niet goed, stuur het terug. Dat is veel meer werk dan dat je zegt van ik vraag die burger om even dat kleine stukje wat het foutje aan te vullen. Ja, en het stuk tijd natuurlijk wat erbij komt kijken. Ja. Ja, nee, helder verhaal. Gaaf om te horen. Je gaf ook aan, hè, we zijn bezig met de reorganisatie. Zou je dan ook zeggen dat het voor een IT-student of een jong professional nu de idealiteit is om binnen te stappen bij de Belastingdienst? Ja, want er is heel veel beweging. Juist heel veel focus komt er op interactie. Oude systemen staan op het punt om te kijken van hoe gaan we dat migreren naar nieuwe technologieën en nieuwe werkwijzes. Er is heel veel focus vanuit toezicht op datamining, dus bestanden die de Belastingdienst heeft, dus dingen van toeslagen, van je inkomen, maar ook van de autobelasting, de wegenbelasting die je betaalt, bijvoorbeeld dus te koppelen en te kijken van, goh, waar zien wij vreemde dingen, waar we ook uit kunnen concluderen dat mensen onvoldoende belasting betalen. Dus ook een heel stuk data-analyse is daar. Daar worden heel veel mensen op gezocht. Oké, gaaf. Dus Belastingdienst is eigenlijk een pool van innovatie op dit moment? Ja, heel veel op het gebied van data-analyse, mobiel en interactie gebeurt er echt heel veel. Plus inderdaad migratie van je oude systemen naar de nieuwe systemen. En hoe je dat op een goede manier gaat doen, daar zit natuurlijk ook heel veel uitdaging in. Gaaf om te horen. Dus een ideaal moment om binnen te stappen bij de Belastingdienst als ja, IT-professional. Ik vond het in ieder geval een uitstekend moment. Al niet als jong professional, maar wel als oud professional. Die moeten er ook zijn natuurlijk. Ja. Nee, dan mag ik jou hartstikke bedanken voor je tijd en voor je informatie. Ja, graag gedaan. Super. Wil je nou nog meer gave colleges terugkijken, omtrent development of andere IT-vraagstukken? Ga snel naar onze website www.ittalentcollege.com of ga naar ons YouTube-kanaal IT Talent College. En uiteraard, we zijn ook te vinden op social media. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot het volgende IT Talent College. Thank you.